Micha Wertheim, jij ja, speelt momenteel met je voorstelling Micha Wertheim voor heel even. Een voorstelling die door de landelijke pers unaniem als ondermaats en mislukt is beschreven. Nou, volgens mij heb ik vijf sterren gehad voor die voorstelling. Uh, ja, verspreid over zes krantenrecensies. Uh, ik zal een paar citaten voorlezen. Micha Wertheim voor heel even is een herhaling van Zetten. En heb ik heb hier, in zijn nieuwe voorstelling weet Wertheim zichzelf op onovertroffen wijze te overschatten... Wertheim slaat in zijn nieuwe voorstelling op virtuose wijze de plank volledig mis. Dat, zelf, dat hij zelf geen plezier lijkt te hebben is tot daaraan toe... dat hij de avond ook voor zijn publiek verpest is een stuk kwalijker. Schaam jij je wel eens uh, voor het feit dat je überhaupt geld vraagt... voor een voorstelling die zo ondermaats is... Nou, ik, ik vind niet dat mensen noodzakelijk naar het theater hoeven komen als ze maar een kaartje kopen. Je kan ook een kaartje kopen, niet naar de voorstelling gaan. Is dat een grap of is dat een zoveelste poging om jezelf op conceptuele wijze te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid? Nou, dit is ook conceptueel, toch? Of niet? Hier.